de super om brood te kopen en rende naar buiten. Toen het nacht was, kwam de maan. Ik heb je nog zoveel te vertellen. Dit zijn zinnen van nabestaanden, vrienden, buurtbewoners, schoolkinderen en anderen die zich verbonden voelen met wat hier gebeurt. Ze zijn te vinden op het Bijlmermonument, waar we zo meteen na de toespraak naartoe lopen. Geachte aanwezigen, het is alweer 20 jaar geleden dat met een enorme knal veel van de hier aanwezigen, familieleden, geliefde vrienden of buurtbewoners verloren. En na zoveel jaren is de wond misschien voor de meesten van ons geheeld, maar het litteken is nog zichtbaar. Velen van ons weten zelfs na zoveel jaar nog precies wat zij op die bewuste dag en tijdstip deden. De herinnering aan de vuurzee en de zwarte rookwolken zijn onderdeel geworden van onze gezamenlijke herinnering. En bij dierbare herinneringen denk ik ook aan de gemeenschapszin. De inzet van het maatschappelijk middenveld en de heldere daden van hulpverleners, zoals vrijwillige brandweer. En bewoners die zich direct na de ramp onbaatzuchtig manifesteren. En door de ramp kwamen ook vele van deze goede eigenschappen in Zuidoost bovendrijven. Collectieve ruimte werden ingericht als verzamelplaats waar buurtbewoners zich ontfermden over ontheemden. Organisaties sloegen de handen ineen om slachtoffers te kunnen helpen. Helden stonden op, zoals diegenen die het inferno doorzochten om mogelijk overleven, met gevaar voor eigen leven. Dames en heren, rouwverwerking is in de loop van de jaren overgegaan in herdenken. Er bestaat geen plicht tot herinneren, net zoals er geen plicht bestaat tot vergeten. Maar wat ons mensen eigen is, is dat wij steeds op zoek gaan naar de bijzondere zaken in ons gezamenlijke verleden, dat wij het herdenken waard vinden. En dat wij de Bijlmerramp herdenken als een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in onze jonge eigen geschiedenis, spreekt voor zich. En dat wij dit doen, zal steeds aan de jongere generaties uitgelegd moeten worden. Want inmiddels is ruim een kwart van onze bewoners, dan heb ik het ook over de Amsterdamse bewoners, geboren na 1992. En we zullen hen deelgenomen moeten maken van een proces dat wij als nabestaanden en betrokkenen zelf hebben doorlopen. Het ongeloof in het begin, dan de ontkenning en vervolgens de berusting. Wij zullen hen moeten uitleggen hoe vervolgens het werkelijke rouwproces zijn aanvang nam en hoe de gehele gemeenschap oprecht en intens daarbij betrokken is geweest. Dames en heren, in de afgelopen twee decennia zijn nabestaanden, hulpverleners, bewoners en andere betrokkenen, ieder op hun eigen wijze hebben ze dat verschrikkelijke moment zijn gaan gedenken en herdenken. Daar moeten we ruimte aan geven. En daarbij past ook de opgave om in de toekomst de jaarlijkse herdenking invulling te geven. Het stadsdeel is graag bereid om met de gemeenschap hierin mee te denken. Ik dank u voor uw aandacht.